zijn leven er vaak in koppelvorm of vaak ook in groepsverband. Die kan ons garanderen aan de baan. Dus ze leven namelijk in een groepsverband of met z'n tweetjes, een mannetje en een vrouwtje. En zo'n koppeltje wordt eigenlijk vaak gevormd door zo'n grote groep. Maar zo'n grote groep dat bestaat uit een aantal ouderen, maar ook een aantal jonge ara's. En die jonge ara's die zijn nog aan het zoeken naar een geschikte partner. En die kunnen ze dus in zo'n groep vinden. Als die uiteindelijk gevonden hebben, zullen zij de rest van hun leven samen met die partner gaan doorbrengen. En ara's worden al 80 jaar oud. Dus ze zullen ook echt die 80 jaar lang altijd met elkaar. Dus je kan ook zelfs prooien uit de lucht vangen om toch voldoende aan de eten te kunnen komen. Ze zijn zo ontzettend leven dat ze ook een beetje aanwezig komen voor de tijd. Ze vangen hun voor uit de lucht en eten aan de lucht van de eigen blok. Want ze vinden dat ze een andere manier van de tijd. En kijk eens, om slangen te doden moet je ze heel hard op de grond gooien om ze helemaal dood te kunnen krijgen. Ziet u dat? En als die slang dan dood is, dan blijven ze dat een hele tijd doorgooien. En dat doen ze om al die bordjes in die slang te kunnen breken, zodat ze hem helemaal doorheen kunnen slikken daarna. Lief, lief. Maar dan met z'n tweetjes, dan gaat er één keer op zoek naar zo'n slang. Die gaat dan proberen zo'n dood te gooien. En de andere die gaat op zoek naar een nieuwe prooi of eventueel vijand in de buurt. Nou, eens kijken of deze slang zo kunnen redden. Zitten. En dat was de laatste tak. Nou, je hebt het heel goed gedaan, hoor.